Speciaal voor gebruik op de motorfiets zijn rugtassen ontwikkeld. Maar wat zijn nou de verschillen met normale rugtassen en wat voor verschillende motorrugtassen zijn er allemaal? Ik ben Mark van MotorKleinsTV en in deze video geef ik jullie wat meer specifieke informatie over rugtassen die bedoeld zijn voor gebruik op de motor. De meest voorkomende rugtas is de zachte rugtas. Dat wil zeggen dat de buitenkant gewoon van een slijtvast of duurzaam materiaal is gemaakt en dat van zichzelf niet hard is. En dit, het fijne van dit materiaal is dat je de tas zo vol kunt stoppen als je zelf wilt en hem daarna met de bandjes aan de zijkant strak kunt trekken, waardoor die iedere keer weer helemaal strak eruit staat. Dus heb je nou alleen een shirtje en een broek in die tas, dan trek je hem helemaal strak, waardoor die helemaal strak aan de achterkant vastzit en waardoor die niet kan wapperen. Dit is op de motor belangrijk, want wat je niet wilt is dat die tas wind gaat vangen en gaat bewegen, want dat voel je absoluut als je aan het rijden bent. Nou, bij alle tassen is het natuurlijk zo dat ze een borstband hebben en een middelband. Bij deze Kriga rugtas is dat geïntegreerd, echt heel mooi gedaan van Kriga. En daarmee kun je de tas gemakkelijk vastzetten en het zorgt ervoor dat je, als je eventueel in een bocht zit, dat de tas niets kan overhellen en daardoor je balans kan verstoren. Als we kijken naar de tas die ernaast ligt, dan zien we dat deze tas deels voorzien is van een gehard materiaal. Nou, deze tas zien we vaker terug bij de wat sportievere motoren of de naked bikes, die echt nog meer invloed hebben van de wind. En deze hardcase zorgt ervoor dat die tas gewoon nooit kan wapperen. Daardoor hoef je hem ook niet af te stellen en is gewoon heel gemakkelijk. Je rits het vak open, je kan er spullen insteken en de rits wordt dicht en je hoeft hem eigenlijk niet af te stellen, want hij gaat sowieso niet wapperen. Er zitten eigenlijk bij de meeste rugtassen standaard een regenhoes. Bij de ene zit die verstopt in een zakje aan de onderkant. Bij de andere krijg je hem er gratis bij. En andere tassen zijn weer volledig waterdicht. Maar je zal zien dat de meeste tassen, zeker omdat ze zijn voorzien van ritsen die toch met regen wat kwetsbaar zijn, worden geleverd met een waterdichte tas die je er overheen kan doen als het nodig is. Nou, ook bij deze rugtas zien we aan de binnenkant dat die standaard is voorzien van een borstbandje en een middelband die allemaal gemakkelijk te verstellen zijn. En dat die aan de binnenkant is afgewerkt met een 3D patroon. Dit is afgewerkt met een mesh materiaal wat luchtdoorlatend is. En dit is, bij elkaar, deze combinatie zorgt ervoor dat in de zomer, als je deze tas op je rug hebt, dat het niet te heet wordt en dat er toch wat lucht kan circuleren voor ventilatie. Dan hebben we ook nog een mogelijkheid om een roltas als rugtas te gebruiken. Een roltas wil zeggen dat het één groot waterdicht compartiment is. Dus deze tas is van zichzelf al helemaal waterdicht. En die kan je openrollen en dan hou je één groot vak over waar je echt heel veel spullen in kan steken. Zit hij nou helemaal vol, dan rol je hem één keer dicht en dan klik je hem vast. Maar zit hij niet helemaal vol, dan kun je hem helemaal naar beneden rollen. En dan klik je hem vast op deze clips, waardoor die wat kleiner is en ook weer niet kan gaan wapperen. Nou, heb je bij deze tas ook allerlei handige netjes waar je bijvoorbeeld iets van een slaapzakje of iets anders tussen zou kunnen spannen. En op deze manier zie je eigenlijk dat de meeste fabrikanten op allerlei verschillende slimme manieren voor hebben gezorgd dat je je spullen goed georganiseerd kan meenemen en dat het niet alle kanten opvliegt. Nou, ook dingen als reflectie zien we eigenlijk overal weer terug. Dus als je een rugtas zoekt voor op de motor, kijk dan absoluut even bij onze motorrugtassen op de webshop of in de winkel. Wil je op de hoogte blijven van alles wat MotorKledingCenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op een duimpje omhoog. En wilt u meer specifieke informatie over een bepaald model? Dan hebben we voor ieder model ook nog een losse video review. Ik ben Mark van MotorKledingCenter TV en ik bedank u voor het kijken.